Kijk naar een nieuwe video. Het is vandaag 2 februari en dat betekent natuurlijk weer een opgemaakt video van de maand januari. Ik ben net gedoucht, dus let niet op hoe ik eruit zie. Ik voel me namelijk niet zo lekker. Ik ben snotterig, weet ik veel wat. Ik ben gewoon niet helemaal fit. Maar ik dacht, het moet wel een opgemaakt video opnemen voor jullie, dus dat gaan we nu doen. En het is best wel wat meer dan ik had verwacht, moet ik heel eerlijk zijn. Dus we gaan lekker beginnen. En ik ga met iets beginnen, namelijk wat ik niet zo vaak laat zien. Dat is deze tandenborstel. Deze had ik van de Trekpleister. En dit is een soft tandenborstel. Hij is wel echt heel erg zacht. Want ik poets nu mijn tanden even weer een keer met een normale tandenborstel in plaats van met mijn elektrische tandenborstel. Maar deze heb ik dus nu in de badkamer staan. Dus vandaar dat ik de verpakking even laat zien. Dan heb ik ook opgemaakt de wattenschijfjes van de kruidvat, de potten. Ja, dit kent iedereen. Ik maak dit volgens mij maandelijks wel op. Dus ik ga hier heel kort blijven hangen. Dat kennen jullie wel. Gewoon goede wattenschijfjes. Ja. En dan. Lastig. Dan gooi ik iets weg wat niet meer goed is. De Absolute White Whitening Gel Pen. Deze heb ik gekocht bij de Action. Onder mijn mom van handig. Maar dit moet je wel echt regelmatig gebruiken. Dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb hem hooguit 3 keer gebruikt. En zoals jullie kunnen zien misschien. Wat je daar ziet. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dat grijze spul. Dat is gewoon schimmel. Wat gewoon op is gegroeid. Dus... we gaan dit gauw weggooien en vooral niet gebruiken. Dan gooi ik nog wat weg. Namelijk deze lipgloss lipstick van Kylie. Dit is de Boy Bye. Waarom gooi ik deze weg? Ik gebruik deze niet. En hij ziet er niet meer heel erg uit alsof het goed is. Tenminste, hij ruikt ook niet heel fris. Dus ik gooi deze gewoon weg, want ik gebruik hem niet meer. En dan heb ik nog iets wat op is eigenlijk. Of op is. Ja, zo goed als op is. En dat is deze lipgloss van Catrice. De Prisma Lip Gloss in 040 Pink Brilliance. Deze kennen jullie misschien wel van echt al heel veel zomers terug. Dat ik deze altijd in de zomer droeg. Maar ik wil niet zeggen dat hij op is. Maar ik ga hem nu gewoon wegdoen. Want hij begon een beetje te branden op mijn lippen. En gewoon... ja, best wel een beetje vervelend. Dus ik dacht, ik gooi hem gewoon weg. Dus die gaat weg. Dan, nog iets wat ik weg ga doen, is de Bye Bye Panda Eyes Mascara. Gewoon omdat deze zo goed als op is. Er komt gewoon heel weinig meer aan het kwastje. En ik heb deze nu al 3 maanden in gebruik of zo, of 2 maanden. Dus ik dacht, het is gewoon tijd om een nieuwe neer te zetten. Dus deze gooi ik weg. Wel vond ik dit een hele fijne mascara. Dan nog een make-up product wat ik weg ga doen. En dat is deze Essence Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara. Dit was met een kleurtje en dit is echt mijn fave. Ik heb zoveel verschillende wenkbrauw jellies geprobeerd. Maar ik heb deze is dus gewoon uitgedroogd gewoon op. Dat is wel een nadeel. Dus hij houdt het niet zo lang vol als die andere van Essence. Deze zeg maar. Die ik verder altijd gebruik. Want die gebruik ik nu weer. Maar hij is wel heel mooi. Dus als je je wenkbrauwen niet wil inkleuren of zo. Dan ga je gewoon met dit. En dat is al genoeg. Dus deze kan ik echt aanraden. Dus voor mezelf ga ik deze wel echt even onthouden. Dan heb ik heel veel andere dingen opgemaakt. Laat ik hiermee beginnen. Dit is namelijk geurstokjes. Deze geurstokjes heb ik gekregen op mijn stage bij de Bruna. Daar ben ik nu inmiddels klaar met stage. En dit is een lavendel geurstokjes. Die had ik bij een kerstcadeautje dingetje gekregen van een collega. Die heb ik hier neergezet. En deze is helemaal op. Hij heeft hier in totaal, ik denk 2 à 3 weken gestaan. Toen was hij leeg. En ik heb nu een nieuwe er staan van Action. En die gaat ook aardig snel, moet ik zeggen. Dus... dat. Mijn excuus, dat vind ik niet heel lekker. Dan heb ik 1 deo opgemaakt deze maand. De Vogue Cosmetics Extravagant deo. Deze heb ik gekregen met kerst in december. Oh, sorry, mijn lippen voelen heel strak, heel raar aan. Dus sorry als ik echt de meest gekke bekken trek. Maar dit is dus een parfum deodorant. En die kende ik natuurlijk al wel van vroeger. Ik denk dat heel veel mensen deze kennen. En hij ruikt nog steeds super lekker. Echt heel erg lekker. En deze deed me altijd denken aan mijn oma. Want mijn oma had deze altijd in haar handtas. Standaard. Dus daarom vind ik hem ook heel erg lekker. Maar die heb ik dus nu opgemaakt. Hele fijne deo.
dan heb ik iets opgemaakt van mijn zoontje. Namelijk de Zwitsal zeepvrije wascreme. Extra zacht en verzorgend. Zoals jullie weten, we gebruiken Zwitsal, we gebruiken kruidvat, we gebruiken Action, we gebruiken van alles. Toch blijft Zwitsal wel echt een favoriet. Zowel van mijn zoontje als van mijn vriend en mij. Omdat het gewoon heel erg schuimt. Het komt ook namelijk nooit, bijna nooit meer voor dat mijn ouders mijn zoontje in bad doen. Tenminste, niet wat ik weet. Dus volgens mij doen mijn vrienden en ik dat al gewoon altijd de laatste tijd. Dus vinden wij dit gewoon wat fijner. Ik moet zeggen, deze pompflaconnen zijn echt super fijn. Het enigste nadeel is dat je niet altijd alles eruit krijgt. Hoe hard je ook je best doet. Maar ik vind Zwitsal wel altijd super. Het ruikt nu niet meer zo heel erg lekker. Maar ik vind het altijd super lekker ruiken. En het blijft ook heel lang lekker ruiken. Dus kan ik zeker aanraden als je een kind hebt. Dan heb ik iets opgemaakt slash half weggegooid. De Maybelline New Baby Skin Instant Pore Eraser Primer. Deze gebruikte ik echt al super lang. Ik denk misschien echt al wel anderhalf jaar of twee jaar of zo. Super slecht natuurlijk, maar goed. En ik heb deze nu weggegooid. Ik moet wel zeggen, het is echt een hele fijne primer. Dus ooit als ik hem weer ergens tegenkom, zou ik hem echt wel kopen weer. Maar voor nu is hij op. Leeg, klaar. Hij was sowieso al bijna leeg hoor, want hij zat echt nog zo vol. Maar dit kleine beetje heb ik gewoon uitgehaald, want ik gebruik het al zo lang niet. Dus ik dacht, we gaan hem gewoon leeg spuiten zo op een doekje. En hij is nu gewoon opgemaakt. Ik heb echt het grootste gedeelte wel echt opgemaakt. Maar die is op. Was een hele fijne primer. Dan heb ik een testercrème gebruikt. Of ja, zoiets. Van Lancôme. De Advanced Genifique Activatu de Junet. Shoot Activating Concentrate. Oké, bla bla bla. Geen idee. Het is een soort serumpje van Lancôme. Au. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Want het is een hele kut verpakking om te laten zien. Misschien als een van jullie dit kent, let me know. Want dit is echt een hele fijne. Vind ik zelf. Dus ja, ik vind deze wel heel fijn. Dan heb ik nog een baby ding opgemaakt. En dat is de Europrofit Essential Baby Soap Free Wash Gel. Deze. En deze heb ik gewoon simpel bij de Kruidvat weg. Echt de meest goedkope baby spul wat je kan halen bij de Kruidvat. En dit rook echt zo lekker. Ik vond dit misschien bijna, op wat betreft neutrale geuren, vond ik dit echt de lekkerste geur die ik ooit heb gekocht voor in bad voor mijn zoontje. En hij schuimde ook best wel goed. Dat had ik ook niet verwacht. Maar hij betaalt hier nog geen euro voor. Dus deze zal ik ook zeker ooit weer halen als ik even gauw een douchegel of een bad dingetje moet halen. Dus echt een aanrader dit. En volgens mij zit hier ook niet echt iets bijzonders in. Dus ja, er zit geen parfum in of wat dan ook. Dus dit is wel echt ideaal. Dan heeft mijn vriend zijn shampoo opgemaakt. Dit is een shampoo en conditioner in één. Die heb ik toen voor hem gekocht en die heeft hij dus nu opgemaakt. Hij vindt dit volgens mij een prima ding. Prima te doen. En nu heb ik, ik gebruik nu sinds deze maand eigenlijk die net is begonnen, gebruik ik weer een haarmasker in plaats van haar crème spoeling. En die gebruikt mijn vriend nu ook weer. Dat vindt hij gewoon super lekker af en toe. Dus deze heeft hij opgemaakt. Prima shampoo en conditioner in één. Dan hebben mijn vriend en ik samen een shower oil opgemaakt van Nivea. Ik moet zeggen, al mijn douchegels en al mijn shampoos en zo die op zijn gemaakt, die heb ik samen met mijn vriend opgemaakt. Want mijn vriend is hier gewoon vaker dan dat hij thuis is helemaal de afgelopen weken. Aangezien zijn huishouding in corona, quarantaine zat en corona had en noem maar op. Maar goed, dat. Dus deze hebben we ook opgemaakt. En dit is echt heel erg fijn. En ik wist niet dat ik dit echt zo fijn vond. Maar ik had toen alles weggegeven op eentje na. En ik weet niet hoe het kan dat er nu ineens zo veel in zit. Want het was echt leeg. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Hij is op. Hij was fijn. En zeker een aanrader. Helemaal in de zomer of wat dan ook. Echt ideaal. Dan heb ik ook nog maskers opgemaakt natuurlijk. Ik heb allereerst deze Peach Fruity Face Sheet Mask opgemaakt. Dit is een refreshing mask uit Korea volgens mij. En dit was gewoon een hele fijne, verfrissende masker. Die gewoon ook super lekker rook. En deze weet ik niet meer precies waar ik die vandaan had. Of ik die nou ook uit een kerstpakket had, een kerstcadeautje had gekregen. Of dat ik deze toen van mijn vriend een keer heb gehad. Of zelf heb gekocht. Ik weet het niet meer. Maar deze was in elk geval heel erg fijn.
masker, de Gold Mask Hydro Gel. Dit is echt zo'n jelly mask, tweedelige masker die je op je gezicht moet leggen. Maar je moet er echt bij gaan liggen, want ze gaan schuiven. Verder vond ik het een hele fijne masker. Maar ze gaan wel echt, ze zijn zo jelly en zo doorweekt dat ze gewoon echt over je hele gezicht glijden. Maar dit vond ik een hele fijne. En wat voor ding was dit ook alweer? Calming and soothing effect. Nou ja, ik vond het gewoon wel lekker. Niks bijzonders, maar wel fijn. Dan heb ik ook opgemaakt de Garnier Skin Active Micellaire Reinigingswater. Die heb ik toevallig deze week opgemaakt. Afgelopen weekend. De laatste dagen van januari, zeg maar. Deze gebruikte ik dus. En deze is voor de gemengde en gevoelige huid. Ik zelf vind deze heel erg fijn. Maar ik ben sowieso niet moeilijk met micellair waters. Of tonics. Of hoe je het ook wil noemen. Dus ik kan deze iedereen wel aanraden. Heel fijn product. Ik heb nog zo één, maar dan voor een andere soort huid. Maar ik gebruik nu één rozenwaterspray. Dus ja, ik ben van deze overgaan naar rozenwaterspray. En het laatste en ook altijd het leukste om te laten zien wat ik heb opgemaakt is natuurlijk. Ik zal even mijn deksel van mijn opgemaakt doos erop doen. Want dat ligt altijd heel onhandig. Is namelijk een parfum. Oeh, jee. Ik word altijd veel vrolijk als ik een parfum heb gemaakt. Dit is de Intrusion van Oscar de la Renta Eau de Parfum 100 ml. Ik zal hem even laten zien. Deze heb ik op mijn verjaardag gekregen van mijn stieftante en mijn stiefoom. Van mijn moeders kant trouwens. Van mijn vaders kant heb ik geen idee. Ken ik niet in elk geval. Dus dat is deze. Die komt jullie ook heel bekend voor, denk ik. Ik heb deze zo'n 4 jaar lang gehad nu. En in eerste instantie vond ik het altijd een mannengeur. En toen had ik zoiets, ja nee, ja, is wel te accepteren. Maar ik heb deze vandaag opgemaakt. Er zat echt nog een heel klein beetje in. En de bedoeling was dat ik hem gisteren had opgemaakt. Maar het is nu februari. Dus ik ben een beetje aan het cheaten met deze video. Want dit is in februari opgemaakt. Niet in januari. Maar in elk geval, hij is op. Dus ik dacht, dat maakt niet uit. We gaan dit gewoon laten zien. Omdat dit namelijk niet zo vaak voorkomt. Verder vind ik deze geur, begin ik steeds lekkerder te vinden. En ik begin hem ook echt meer te waarderen. Hij is echt gewoon op. Maar hij ruikt er echt wel steeds lekkerder. Maar ik vind het ook niet erg dat hij nu op is. Want ja, je zit er dan toch een beetje tegenaan te hikken. Van, oh, ik moet hem opmaken. Maar maar ik ben blij dat hij nu op is. En ik zal hem niet ooit weer opnieuw kopen, denk ik. Tenzij ik echt geen enkel parfum meer heb. Dan zal ik hem misschien nog wel een keer kopen als ik hem tegenkom. Maar ik weet dat hij niet goedkoop is. Dus waarschijnlijk zou ik deze zelf niet kopen. Maar ik zou het wel leuk vinden als ik hem ooit in mijn leven weer zou krijgen. Maar niet direct, zeg maar. Je moet wel echt even een tijdje verlost zijn van deze geur voordat je hem echt weer lekker vindt. Want ik vond hem in het begin ook echt helemaal niet zo tof. Toen moest ik ook echt wel even wennen. Maar dat was deze. Die parfum heb ik dus opgemaakt. Dan is dat eigenlijk als het ware alles wat ik heb opgemaakt deze maand. Ik vond het nog best wel wat, om heel eerlijk te zijn. Maar goed, ik weet niet hoe jullie dat vinden. Zien jullie trouwens, by the way, als ik het even mag vragen. Let niet op mijn nagel, geleerlijk. Maar zien jullie iets geks aan mijn lip? Hier heb ik geen last namelijk. Maar dit van mijn lip, dit. Het voelt gewoon helemaal doof. En je zal zweren dat het heel droog is. Maar ik heb ook, ja, ik voel wel iets. Maar dit voelt net hetzelfde alsof je been slaapt of zo. Ik weet niet of jullie het kennen, maar dat zeg maar de hele tijd. Dus ik weet niet of jullie iets eraan zien. In vergelijking tot de vorige video misschien, maar ik weet niet. Ik heb ook niks bijzonders gebruikt op mijn lippen, dus ik heb geen idee. Maar goed. I don't know. Ik heb in elk geval heel weinig gevoel in mijn lippen. Is heel naar. Maar goed, dit was dan dus alles wat ik in de maand januari heb opgemaakt. Ik hoop dat jullie de video leuk vinden. Doe een duimpje omhoog als jullie hem leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer bij een volgende video. Doeg!